Dames en heren, het is de bedoeling dat we samen zingen vandaag. Als je goesting hebt om mee te doen, om echt te staan op te zitten, maakt niet uit. Doe gewoon mee, man. Dat X-Factor winnaar Udo een rasartiest is, dat wisten we onderhands al wel. Tijdens zijn première concert Udo Soul Session Tour in de Zuiderkroon in Antwerpen herbevestigde hij die status. Het publiek liet zich zichtbaar meeslepen op de tonen van Udo's nummers. De avond was gevuld met afwisselende songs en diverse stijlen. Het ene al wat gevoeliger dan het andere, of soms heel krachtig waarbij energie vrij kwam voor heel de zaal. Ik vind het gewoon fantastisch, want die jongen die zingt echt wat hem voelt. Hij zingt heel graag die stijl. En ik denk dat hij zijn dingen gevonden heeft, echt. Want het is zo overtuigend. Hij heeft een fantastische stem, hij zingt super. Dus volgens mij is hij echt op weg om daarmee iets te gaan doen in de toekomst en alles. Dus ik heb er geweldig vertrouwen in voor hem en het zal succes worden. Ik bewonder die performance, die kracht, dat die manier, die uitstraling. Muzikaal, maar ook mimisch, ook qua inleving, vind dat formidabel. En ik zeg het daar juist aan een van mijn collega's, als je dat kunt, zowel die krachtscènes en die vocale bedoel je, als die heel intieme, die heel gevoelvolle scènes, als je die nuanceringen kunt opbrengen voor het publiek en in een zaal brengen en de mensen beroeren, chapeau. Hè. Dus ik vind dat wel een hele knappe zanger. Heel knap. De regen stroomt als stralen langs de weg. Ik voel me zo mistroost als het weer. Ik mis je zo, ik mis je meer en meer. Als hij Nederlandstalig moet zingen, wordt hij misschien een klein beetje beperkt door hetgeen wat hij graag zou willen doen. Dus in de soul, wat hij nu doet, is krachtig. De klanken in het Engels, dat is natuurlijk helemaal, dat klopt helemaal met de muziek. Maar het is een keuze voor hemzelf, begrijpt u? We hebben erover gepraat, als vrienden. We zeggen, wat ga je verder Nederlandstalig? Hij was succesvol. Ik denk, gaat hij Nederlandstalig verder, dan kan hij ook een heel grote carrière maken. Want hij heeft het gewoon. Het was de bedoeling om een positieve vibe eigenlijk over te brengen op het publiek. En ervoor te zorgen dat de mensen een fijne avond hebben. En ik denk dat je dat als artiest, wat dat je ook brengt, of dat je nu beweert dat je soul gaat brengen, of dat je rock, of dat je pop, dat maakt niet uit. Je moet de mensen entertainen. En ik hoop dat ik daar een klein beetje in geslaagd ben, maar aan de reacties te zien en te horen is het toch min of meer gelukt. Ja. Ik hoop dat de mensen die hier waren en die nu naar dit filmpje kijken, ervan hebben genoten. En ja, ik zou zeggen, kom nog eens terug. No,